Van wie kwam het initiatief om Openluchttheater Elsrijk weer op te knappen? Dat initiatief is feitelijk gekomen van Suzanne Jansen, die verleden jaar een kindervoorstelling heeft georganiseerd. En die heeft de eerste stap gezet. En vervolgens hebben wij, dat Stadsdorp Elsrijk, dat is een bewonersinitiatief hier in de buurt, contact met haar gelegd. En ik heb Tom Beldrop van de gemeente benaderd van welke stappen wij zouden moeten nemen om hier dit theatertje weer terug te brengen. Er zijn eigenlijk drie belangrijke dingen. Dat is toneel en de eventuele overkapping van dat toneel. Dat zijn de oude tribunes die we gedeeltelijk willen terugbrengen. En dat is de begroeiing. Het is een fantastisch mooie beplanting. Mooie boogjes boven de ingangen die nog na die 50 jaar nog steeds intact zijn en die we weer willen herstellen. In augustus hebben we twee voorstellingen gepland, 10 of 11 augustus en 25 augustus. Maar daarover vind je alles op onze website www.stadsdorpelsrijk.nl of www.openluchttheaterelsrijk.nl. Wanneer beginnen de opknapwerkzaamheden? We zijn nu druk bezig met sponsoren en ook met een crowdfunding actie. We gaan eerst de bewoners benaderen. Daar hebben we overigens prima samenwerking met de gemeente en de ambtenaren van de gemeente, waardoor we heel goed worden ondersteund. Nou, dat is de eerste actie, want er moet geld op de plank komen. En we willen geld hebben voor het theater en we willen dan het theater opknappen. En die werkzaamheden zullen in het voorjaar plaatsvinden, hopen we. Zodat de volgende zomer met een opgeknapt theatertje aan de slag kunnen. Oké, dus er zijn dus wel al plannen voor ook de toekomst? Ja, we gaan het eigenlijk in twee stappen doen. We gaan eerst het toneel aanpakken. En dan vervolgens kijken hoe we de tribunes gaan doen. Want dat alles met een soort belangrijk uitgangspunt. Hoe willen we dat niet het complete theater hier terugbrengen. Want we willen een kleinschalig theater hebben wat er voor de buurt is. Want we doen het voor de buurt. We hebben eigenlijk drie doelen die we met dat theatertje willen bereiken.